Nou, welkom mensen. Ik ga jullie vandaag een tour van mijn mooie, moderne Minecraft-huis. En dan gaan jullie het nu laten zien van mijn huis. Nou, dit is het huis. Nou, dit is nog maar de ingang. Ik doe even dat uit. Zo. Oh, dat is wel een beetje vervelend. Nou, hier kom je dan in de tuin. Voortuin. Hier kom je in de woonkamer. Het leuke hiervan is dat je hiermee kan doen dat het zo omhoog gaat. Hier heb ik allemaal met redstone onder gewerkt. Ik laat wel even zien van wat het allemaal is. Ja, wat je nu hoort, dat is mijn neef. Albertijn. Dat is mijn neef die een beetje zit te kletsen. Daar moet je gewoon niet op letten, want dat is gewoon mijn neef. Die gewoon hier gekomen is. In Nederland. Nou, dit kan zo omhoog, dus ben wel leuk. Dit is de tv. Heb ik gewoon beats gedaan, dat is zo muziekje. Hier heb je het zogenaamde buitenzwembad. Nou ja, hier heb je gewoon een zwembad onder lichtstenen. Oh, dat moet niet. Nou, dan ga ik erin. Nou, hier heb ik gewoon gewerkt met duikplanken. Hier heb je eerste verdieping, hier heb je tweede. Twee verdiepingen dus. Dat is best wel chill. Nou, als je hier binnenkomt, nou ja, dan heb je dit nog. Maar dan heb je hier de trap omhoog. Trappetje omhoog. En dan komen we hier. De deur staat al open. Bam, op mijn mooie terras. Dus zo een beetje naar buiten kijken. Een beetje naar al mijn bouwwerken die er al staan. Ja, voor de rest niets echt iets bijzonders. Hier komen we in mijn keuken. Zoals jullie nu al zien. Ik heb het zo gedaan omdat, nou ja, kijk, het is wel leuk om hier zo'n rijtje in te zetten. Dan zie ik wel meestal bij de moderne huizen en dat staat hier zo'n tafeltje. Dat is wel mooi zo. Dus heb ik hier gewoon ketels gezet. Eigenlijk heel simpel. Dan kom je hier naar het binnenzwembad. Nou, ook weer niet echt iets anders. Het leuke hiervan is, kijk hier kan je, als je hier zo door kan komen, ben je ook bij het buitenbad. Dan was ik van plan een keertje om hier zo'n doorgang te maken, maar dat ziet er niet zo mooi uit. Nou. Best wel chill zo. Het is gewoon mijn kleine moderne huis. Het ziet er wel groot uit. Van buiten ziet het er groot uit. Van binnen is het best wel klein. De badkamer. Nou ja. Hier heb ik ketel, jacuzzi. En een wc. Hier heb je de douche. Je zou je afvragen waarom dit niet verder gaat. Het komt omdat dit ding er staat. Dus dat houdt het een soort van tegen. En ja, gewoon lekker douchen. Als je een dobbeling eronder zet, verdrinkt hij. Als je hier naar beneden gaat, ga je naar de werkkamer. Dat is gewoon je craften, boeken lezen, kisten, nog meer rotzooi. Nou. Hier kom je bij de slaapkamer. Dit is de studeerplek. Kan je lekker leren, studeren, zo soort dingen. Hier heb je een jacuzzi-achtig iets. Gewoon, het leek me wel leuk om dat te doen. Hier bed, nog zo'n tv. Nou, hier komen we in de schuur. Eigenlijk niets bijzonders, gewoon heel veel boeken en rotzooi in een kist waar eigenlijk niks in zit. Het is altijd wel leuk uit aan Chalmers table. Nou, als we hierin gaan. Zo, appa, even de deuren dicht. Nee, niet per se. Dan laat ik jullie ook even het huis vanuit de lucht zien. Nou ja, zo ziet het aan deze kant eruit. Zo ziet het er hier zo uit. Zo ziet het er zo uit. Hier. Komen we hier. Laat ik het ook even van plattegrond zien.
Nou ja, het filmpje zit er alweer op. Ik zou zeggen dus, tot ziens.